De bestuursdienst Paramaribo Zuidwest voert haar reguliere controle op de horecasector in haar resort op. In de afgelopen dagen zijn enkele eet- en drinkgelegenheden gecontroleerd op hygiëne en voedselveiligheid. Daar waar naleving van de voorschriften te wensen overliet, werden ondernemers in de gelegenheid gesteld zaken in orde te maken. In het uiterste geval is overgegaan tot sluiting van de onderneming. We hebben een beetje gekeken naar een aantal factoren. En we hebben toen gezegd, weet je, dan gaan we een beetje iets groter doen dan normaal. En dan gaan wij de eet- en drinkgelagen, omdat wij de vergunningen verschaffen. Maar de eet- en drinkgelagen, die gaan wij controleren. En daarmee zijn we bezig met ons bestuursresort. Er zijn een aantal vergunningsvoorwaarden. In goed samenspraak met het BOG. En normaal zijn we met de BOG op stap. En dan is er een lijst die wordt afgewerkt qua hygiëne. In en rondom het gebouw. En als dat is afgewerkt, dan wordt er gekeken hoeveel procent. Moet de ene keer de cliënt of de persoon ondernemer worden opgeroepen. Of de andere keer moet hij meteen gesloten worden. Eet- en drinkgelagen, dat zijn restaurants, bar. Allen die een keuken hebben. En dat voor gewoon voor de mensen is dat het makkelijkste. Een baartje, er is een keuken erbij, een restaurant, een warroom. En de mevrouw en de meneer die toevallig eten verkopen op een school. Er is een stand daar, de worstmannen, de barbecue mannen. En zo kun je doorgaan. Laten we zeggen, er is een restaurantketen. Voor de vergemakkelijkheid. Mensen, wat is een restaurantketen? KFC is een restaurantketen, McDonald's. Ze hebben verschillende filialen, Wally's. En al deze filialen, die hebben waarschijnlijk één baas. Die heeft verschillende filialen in verschillende gebieden. Maar zo'n restaurant in een bepaald gebied, die heeft weer een filiaalhouder. Of een persoon die daar de manager is. Normaal, mensen vragen één vergunning al alleen maar voor de vergunninghouder. En dat is de baas of de chef. Maar er moet ook een tussenpersoonsvergunning worden aangevraagd voor de chef of de winkelbaas of de manager die daar ter plekke is. En dat noemen wij de tussenpersoonsvergunning of de bijstandsvergunning. Dus een persoon die worst verkoopt op de hoek, dient ook een vergunning te hebben? Absoluut, je moet een toestemming hebben om te verkopen. De omgeving moet gekeurd zijn, een vergunning is plek- en persoonsgebonden. Want we geven geen ventersvergunning meer. Dus dat betekent als je zegt dat jij bijvoorbeeld aan de dokter Sophie Redmond nummer 47 wil verkopen of noem maar op. Dan zal daar geïnspecteerd worden en bekeken worden als je daadwerkelijk daar eten of voedingswaren aan de man mag brengen. En als je dan de voorwaarden, gaan we de voorwaarden samen aflopen. En klopt dat, dan krijg je een vergunning. Klopt dat niet, wordt je de gelegenheid gesteld om te kijken hoe jij verandering aan kunt brengen. Anders wordt er geen vergunning verleend. De restauranthouder is een ondernemer die wordt opgeroepen op kantoor om samen met hem de lijst af te fietsen over de dingen die hij in orde moet maken. Hij krijgt een bepaald termijn en als dat niet is gedaan, dan gaan we over tot sluiting. Want dan breng jij de voedselveiligheid van de gemeenschap in gevaar. Anders als jouw restaurant er heel erg vuil uitziet met uitwerpselen, wat we echt tegenkomen hoor. Kakkelakke ratten uitwerpselen, noem maar op, die hele keuken is helemaal ondersteboven. En je kan nou niet meer uitmaken als jouw vetpunt nog vet is of het al ontlasting is. Al dat soort dingen komen we tegen. Dan gaan wij over het onherroepelijk sluiten. De bestuurskantoor is er in dat gebied. Bijvoorbeeld in het gebouw zitten we op pand buiten. De verantwoordelijke is hier bijvoorbeeld mevrouw Margaret en mevrouw Hunter. Zij komen het veld in, zij inspecteren. En daarna wordt MGD, Milieugezondheidsdienst, opgeroepen. Om te komen kijken als daadwerkelijk de punten die zij hebben gezien in kloppen. En dan gaat MGD in samenspraak met BOG of de lijst van BOG gaan ze over tot sluiting. Als zo'n restaurant gesloten wordt, wat volgt dan? Dan wordt die opgeroepen. Dan wordt er gezegd van luister, je voldoet niet aan deze voorwaarden. Je moet binnen zo'n tijd deze voorwaarden, moet je ervoor zorgen dat je aan gaat voldoen. En als alles in orde is, de keuken is weer schoon, volgens de lijst afgevinkt, dan mag je weer open. De mensen willen elke dag 24 uur verkopen en je hebt geen moment een dag sluiting om hun keuken goed te wassen. Je wil mensen, je wil normaal zouden, je ouders zouden zeggen met de varken. Maar dat zullen we niet zeggen aan onze ondernemers. Maar ik vind wel dat de ondernemers
de voedselveiligheid iets meer ernstigheid achter moeten gaan zetten. Dus als je af te vragen, als eten we inderdaad daar. Sommige mensen zeggen, omoros, wie de osamno simino sabi. Maar als wij van de bestuurders komen en we zien het, is het wel vreselijk wat we meemaken. Dus je hoopt dat de ondernemer iets meer gaat kijken naar de hygiëne en wat voor eten hij aan de man brengt. Want voorop de toonbank kan er goed uitzien, maar die keuken, daar wil waarschijnlijk niet eens een zwijnenhok in hebben, zoals het er soms uitziet. Maar ik roep van hieruit de ondernemers op. De man, de restaurant, de omoe, de sneezy, de misamoy, de worstman, de barbecue man. Ook als je vergunning, ook als je toestemming. En if you have your toestemming, if you have your vergunning, dan is het zeker dat je de man kan controleren op de eerste plaats, in de safe. En op de tweede plaats, in de zolen aan de gezondheid voor de bisma. If je zeer was, je moet afwachten cilinder. A was moet waren. No zo, a hoeveelheid de sansa en dina was, bacteriën kan ontstaan. En de voedselveiligheid was mijn jampies bloedworst. En dan heb je een probleem, want je worst is niet warm. Hey, salmonella. En zo kunnen we doorgaan. De mannen van de restaurants, de sneezy, de warungs. Ja, ik roep jullie echt op. Hoe heb je het idee? We hebben money wang. Maar we hebben ook toe. A fasifa, a nyange serie. Nga afas voor u. No zo. If we nog horen naar de regel, we schroten nu.